Bij verkeerssnelheden van boven de 40 km per uur is het bandwegdeklawaai de grootste geluidsbron. De resonator, ook wel Whisstone genoemd, functioneert op bandwegdeklawaai. De geluidsgolven ontstaan door het bandwegdekcontact en verplaatsen zich naar de zijkant van de weg met geluidsoverlast en gevolgen. De Whisstone is een betonnen systeem voorzien van gleuven van diverse dieptes. Deze dieptes zijn afgestemd op de resonante frequentie van het verkeerslawaai. Verkeerslawaai heeft een grote bandbreedte in frequenties. En er zijn dus meerdere gleuven met een specifieke diepte nodig om een groot frequentiebereik te kunnen beïnvloeden. De werking is als volgt. De horizontale geluidsgolf scheert over de Whisstone. In de gleuven heerst een lagere geluidsdruk, waardoor het door het geluid trillende moleculen de gleuven inschieten. In de gleuf kan het geluid geen kant op, waardoor het geluid gaat resoneren, een beetje vergelijkbaar met het effect van een panfluit. Het gevolg hiervan is dat de trillende moleculen verticaal de gleuven weer uitkomen en boven de gleuf botsen met de horizontaal verplaatsende moleculen. Hierdoor ontstaat er een weerstand in de lucht die de horizontaal verplaatsende geluidsgolven hindert. Geluid vertoont dezelfde eigenschappen als water, namelijk het zoekt de weg van de minste weerstand. De horizontale geluidsgolf gaat de door de Whisstone opgebouwde weerstand ontwijken en buigt onder een hoek van circa 30 graden af naar boven en zal deze weg blijven vervolgen. Het gevolg is dat achter de Whisstone een stillere zone ontstaat met een geluidsreductie van circa 3 tot 4 decibel. Deze geluidsreductie is vergelijkbaar met het effect van een stil wegdek en wordt door de mens waargenomen als een halvering van het lawaai. De Whisstone kan men ook als extra op bijvoorbeeld een stille deklaag toepassen met een verdubbeling van het resultaat als gevolg. In tegenstelling tot stille deklagen zal de geluidsreductie na verloop van jaren niet afnemen. Kortom, sustainable noise reduction.